In onze tandartspraktijk krijgen wij vaak de vraag over foto's. Waarom maken we foto's? Hoe vaak maken we de foto's? En hoeveel kosten de foto's? Daar ga ik jullie kort wat over vertellen. De conditie van het gebit is niet volledig met het blote oog te beoordelen. Daarom maken wij gebruik van röntgenfoto's. De meest voorkomende foto's zijn de bitewings en de OPG. De bitewingfoto. Deze houder plaatsen we tussen uw tanden en kiezen. Eentje aan de linkerkant, één aan de rechterkant. En dit is om te kijken tussen je tanden en kiezen of je geen gaatjes heeft. En zo ziet het er voor ons op de computer uit. Deze witte vlekjes, dat zijn reeds gevulde tanden. En deze patiënt moet uiteraard veel beter poetsen. Op de OPG zien we een overzicht van bijvoorbeeld de verstandskiezen. Hoe het met het kaakbod is gesteld. Eventuele ontstekingen en andere kaakafwijkingen. De tandarts beoordeelt hoe vaak foto's gemaakt moeten worden. Dit varieert van elke 6 maanden bij een hoog risico op gaatjes tot 2 jaar of langer bij een laag risico op gaatjes. De tarieven van de foto's zijn landelijk vastgesteld. De kosten van 2021 van een bitewing bedragen, ik ga even spieken, €33,76 en van een OPG €72,35. In verband met de röntgenstraling maken we uiteraard alleen foto's als dit ook echt nodig is.